Dames en heren, welkom. We gaan nu spelen voor de grote prijs. Je kan een wasmachine winnen, een auto. In een circus zul je Musical World TV zelden aantreffen. Maar we maken graag een uitzondering voor Willem Ruis. Singing, just singing in the rain. Het zit niet altijd mee. Ach, ieder leven kent zijn ja en kent zijn nee. Dat brengt het mee. Herinneringen heb ik zelf niet, want ik was één toen hij overleed. Ik ben natuurlijk ook nog niet meer zo jong. Laten we het zo zeggen. En nee, ik heb hem echt meegemaakt. We hebben ook echt 5 tegen 5 keken we. De Willem Ruis show. Ik heb natuurlijk heel veel YouTube filmpjes bekeken. En NPO Best. NPO Best. Allemaal documentaires. Dat is allemaal helemaal doorheen gegaan. En Wat zag je? Nou, ik raakte wel onder de indruk van iemand die volledig meeleefde met kandidaten. Zich volledig in dat show gebeuren gooide. In een tijd dat nog helemaal niet normaal was. Dat je allemaal pratende pakken op de televisie had. Ik weet nog zijn hele hysterie als mensen het net niet haalden met de dingen die ze moesten raden bijvoorbeeld. En dan was hij hysterischer gewoon dan het publiek of dan de mensen die daar, de kandidaten. Hij levert zich totaal uit aan het gebeuren. Ja. En dat is enorm positief, vind ik. Dat is heel leuk. Ja. En dat je niet een keer stommelingen iemand roept, wat is daar nou erg aan? Want het gaat zo vaak verkeerd. Je weer een les geleerd. En waaraan je heel voorzichtig bouwde jaar na jaar. Zwart soms voor het klaar is als de zeepbel uit elkaar. Toen kreeg ik wel enorm veel zin meteen om daar mee aan de slag te gaan. En ook om die tragische kant van hem mee te nemen. Want dat kan, kijk, een presentator die presenteert natuurlijk alleen maar en is. Staat in het licht. Maar als acteur in deze voorstelling moet je ook die tragische kant van zijn leven belichten. En daar heb ik wel heel veel zin in. Ik speel Ineke Ruis, de vrouw van Willem. De vrouw van Willem. Ja. Laten we zeggen, we wisten bijna alles van Willem, maar niet van mevrouw Ruis. Nee, dat klopt. Zij was eigenlijk altijd op de achtergrond. Als je haar googelt, je kan eigenlijk niks vinden over haar. Behalve, na zijn dood heeft ze ook in een documentaire gezeten, komt ze aan het woord, dan zie je er eindelijk. Deze rol, Ineke, is nodig echt om Willem te laten zien hoe die thuis was. Hoe die was als hij zijn masker, zeg maar, afdeed. Kijk, voor de televisie, mensen kenden hem echt zoals hij op televisie was. Uitbundig, helemaal ervoor gaan, 100%, wel 300%. En dan thuis stortte die min of meer in. En dat, die rol is nodig dus om dat te laten zien. Het is altijd interessant als er twee verschillende kanten van iemand te belichten zijn. Dus als ik een spel presenteer, dan zie je alleen de showy kant. Maar hier wordt daar dus nog een laag aan toegevoegd. Plus dat als je dan iemand ziet presenteren en je ziet net dat hij thuis helemaal kapot is gegaan, dan zie je dat hij. Dan ga je als toeschouwer hele andere dingen denken bij het presenteren. Ja. En dat is prachtig om te doen. Het zit niet meer. Even over die trieste kant. Hij heeft natuurlijk, zoals elke quizmaster in Nederland, geprobeerd filmacteur te worden. Ja. Het beest, dat was dramatisch. Ja, hij dacht dat hij alles kon. Precies. Natuurlijk. Hij heeft zijn teleurstelling ook flink geventileerd in Nederland. Hoe ga jij met doffe teleurstellingen om? Hoe ga ik met doffe teleurstellingen om? Carrière teleurstellingen. Ja. Nou, ik vind het altijd heel vervelend, een teleurstelling. Maar ik kan er ook heel snel weer overheen stappen. Dus ik ben niet iemand die in het verleden leeft. Ook niet in het succes van het verleden. Ik leef echt vandaag. Ik ben wat dat betreft geen melancholicus. Dus als er iets misgaat, dan kost me dat een paar dagen om
eroverheen te komen waarschijnlijk. En daarna is het voorbij. Ik ga iemand uit zijn naaste omgeving spelen, namelijk een lichttechnicus waar hij nou mee heeft samengewerkt. Hoe leef je in een lichttechnicus? Dat moet er maar blijken. Nee, dat is nog ver weg, maar ik ga me erin verdiepen. Ja, heb je al een idee van? Is die al omkaderd een beetje? Nee, is nog niet omkaderd, maar we zijn er mee bezig. Dan ben ik toch heel benieuwd hoe je dan auditie doet, zomaar. Nee, dan focussen ze meer op mijn kwaliteiten dan precies op waar het uiteindelijk heen moet. Ja, ze bouwen het om me heen. De rol wordt gemodelleerd naar Rick 6. Dat zou wel leuk zijn. Dat is een luxe. Ja. Als ik jou in gedachten heb, maak ik me geen zorgen om die trieste kant. Ja. Maar de showmaster in jou, hoe zit het daarmee? Daar maak je wel zorgen om. Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat ik het daar zo ben je heel benieuwd, ja. Nou, dat ga je allemaal zien straks. Even die showmaster kant in jou. Ja, dames en heren, welkom. We gaan nu spelen voor de grote prijs. Je kan een wasmachine winnen, een auto. Nou, dat soort dingen. Zo zou je het kunnen doen. Naast Willem Ruis brengt Janke Dekker Producties in maart volgend jaar ook Dansen met de Vijand. Met Mike Weerts in de hoofdrol. Dansen met de Vijand gaat over Roosje Glazer. Dat was een Jodin tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die gaf dansles. En die werd op een gegeven moment aangegeven door haar eigen bloedeigen man. Omdat zij waren inmiddels gescheiden. En hij hing zeg maar de nazi's aan. En zij was toch doorgegaan met dansles geven. Dus hij heeft haar aangegeven. En ze is vervolgens gedeporteerd naar de kampen. En daar heeft zij door met de vijand te dansen, dus met de Duitsers dansles te geven, heeft zij 7 kampen weten te overleven. Ik denk dat het stuk het publiek voor een dilemma stelt. Ja, zeker. Want je kunt je natuurlijk afvragen wat is goed en wat is fout. En ze heeft gehuld met de vijand. Zo kan je het noemen. Maar ze heeft ook gevochten voor haar leven. En waar zit dan de waarheid? En wat zou jij doen als jij in die positie terechtkomt? En wat zou Mike doen? Goh, ik heb daar vaak over nagedacht. Of ik een held zou zijn of een lafaard tijdens de oorlog. En ik denk inmiddels heb ik nu kinderen. En nu zou ik misschien kiezen voor de meest veilige weg. Zodat ik zo lang mogelijk bij mijn kinderen kan zijn en ze kan zien opgroeien. Zonder kinderen zou ik misschien meer gaan voor de heldhaftige weg en eerder in het verzet treden, denk ik. Ja. Maar nu ben je kinderrijk. Ja, nu heb ik kinderen en dan word je laf. Nee. Je wordt mild. Nee, dat is het. Nee, het is ook onzin. Nee, je wordt niet laf, maar je wordt mild en je denkt aan meer dingen dan alleen maar aan jezelf. Of je kinderen worden heel belangrijk. Ja. En soms heb je geluk. Ten slotte, een aantal zakelijke vragen. Is het script al af? Het script is nog niet af, er wordt op dit moment aangewerkt. Ja. Is er al een invalshoek die je vrij kunt geven? Staat hij aan de hemelpoort en kijkt hij terug? Vertelt zijn vrouw het verhaal? Ja, er wordt zo ongelooflijk hard nu aan gewerkt en aan geschreven en gedaan. En ik heb er ook nog niks van gelezen, omdat ze willen ook een beetje mijn blik een beetje fris houden, dat ik er straks iets over kan zeggen. Dus daar kan ik echt nog geen uitspraak over doen. Oké, dan tenslotte. Het wordt uitgelegd als een musical. Ja. Liedjes, bestaande liedjes, compleet nieuwe liedjes. Het worden nieuwe liedjes. Bijna allemaal, behalve de Zeebel, die je net hebt gehoord. Geschreven door Ruud Bos. Van Zeggens A. Dat wist ik niet, maar van Zeggens A. Blijkbaar. Ja, okay. Ja. En die gaat allemaal nieuwe melodieën componeren. Heb je er al iets van gehoord? Nee, ook niet. Hebben jullie er al over gesproken? Zijn het Soldaat van Oranje-achtige subdued songs? Of zijn het echte Broadway songs? Ik denk dat het een beetje een combinatie gaat zijn. Dus op het moment dat er een grote show ding gedaan wordt, dan zal er zo'n groot lied bij zijn. En als er een intieme scène plaatsvindt, zullen het kleine liedjes zijn. Ja, dat kan ik wel zeggen dat dat wel het geval zal zijn. Nou, 29 november wordt alles duidelijk. Je komt, hoop ik. Ik kom. Heel goed. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan. Wie van mij gaat vaak op reis. En mijn luchten zijn dan maanden grijs. Maar ik weet, ze komt altijd weer terug. Als het haar past. Met een klein gelukje.
niet altijd stuk. Want je hebt ook bij een zeep wel soms geluk. En wat dan? Hou het zo lang als je kan. Verder, Willem Ruis.